Yo gast van Almost Normal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Zoals je kan zien is dit een veel langere video dan normaal. Dit is namelijk de Twitch hulplijn aflevering 1. Afgelopen maandag hebben we deze live gedaan en niet iedereen kon daar helaas bij zijn. Dus ik wilde hem graag nog een keertje uploaden, zodat iedereen die tips nodig heeft over de bepaalde onderwerpen die wij hebben besproken, dat jij die ook kan krijgen. In deze aflevering hebben we het gehad over mijn verhaal, maar ook over verschillende e-mails die ik heb binnengekregen. En dit gaat van verslaving tot aan misbruik. Zoals je kan zien heb ik ook timestamps gemaakt, want dan kan jij snel naar een van de onderwerpen gaan die we hebben besproken in die video. We hebben goede tips gegeven, dus als je ergens mee zit, kijk het vooral eventjes en laat vooral weten of het heeft geholpen. Ik hoef verder niet zoveel meer te zeggen, dus ik hoop gewoon dat jij hier veel van kan leren. Dan zeg ik veel plezier met deze video en tot snel. Ik vind het spannend, ik ben een beetje zenuwachtig, maar goed. Hallo allemaal. Hallo. Hoe is het ermee? Gaat het een beetje? De Twitch hulplijn is er in ieder geval voor jou. Zodat jij je beter kan laten voelen. Is dat het goede woord? Weet ik niet. Wij gaan in ieder geval samen met elkaar jullie mailtjes langs die jij of iemand anders hebt ingestuurd. En ik zie allemaal subjes binnenkomen. Super lief, guys. Dank jullie wel allemaal. De Twitch hulplijn staat al heel lang op het raster. Op het ideeënbord van Always Normal. En het is vandaag eindelijk zover. Het is de eerste aflevering. En ik weet nog niet zo goed hoe ik het wil invullen allemaal. Maar ik heb een ding voor mij gemaakt. In ieder geval zijn wij er allemaal wel. En iedereen maakt wat mee in zijn of haar leven. Zo hebben wij vandaag verschillende mailtjes. Met de ene heftiger dan de andere. Ik weet niet zo goed hoe hard ik erin wil duiken. Maar er zijn eerst een paar dingen die ik gewoon wel echt moet zeggen. Vanuit mezelf. Voor jullie ook. Zodat de Twitch hulplijn gewoon allemaal wat duidelijker is. Ik heb in ieder geval alle mailtjes gelezen die aanwezig zijn geweest. Of zijn gestuurd in ieder geval. Allemaal anoniem en natuurlijk anoniem gebleven ook. Heel belangrijk. Ik heb de mails ook voor mij zonder naam of e-mail. Zodat ook al klik ik op een knopje, er gebeurt niks. Niemand komt erachter dat jij dit hebt ingestuurd. En dat vind ik nog steeds het allerbelangrijkste. Ik weet niet of het op YouTube komt. Het is nog een beetje kijken van hoe en wat, hoe het gaat lopen, hoe lang het gaat duren. Maar in ieder geval heb ik in ieder geval vandaag een aantal... ik heb 5 mailtjes uitgekozen om het daarover te hebben. En dit vond ik mailtjes die voor een eerste aflevering van niet heel heftig naar heel heftig gaan. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst eventjes, nou ja, de Twitch hulplijn, we weten het inmiddels. Als jij ergens mee zit, dan kan jij altijd een mailtje sturen. Compleet anoniem. Compleet anoniem. Ik zie wie het heeft gestuurd. Maar daar blijft het ook bij. Want je stuurt via een e-mail. Als je echt 100% anoniem wil, dan zou ik zeggen, maak een extra e-mail aan. Stuur het via die e-mail. Dan komen we er natuurlijk helemaal nooit achter. Maar goed, je kan mij vertrouwen dat er 100% anonimiteit zit op jouw mailtje. Want ik heb letterlijk een dubbele trio Simo Fimo moeilijk wachtwoord. Die is getoe-f-eet. Nee, maar ik heb hem heel goed beveiligd. Niemand komt er zomaar in. En daarnaast zorg ik er gewoon voor dat niemand het leest. Ik heb wel eens dat er een mailtje binnenkomt als ik aan het werken ben. Bam, gelijk weg. Niemand ziet het. Ik kijk het ook echt pas als ik alleen ben. Voor mij apart als ik op het toilet zit. Op slot, zodat niemand erachter komt. Want dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat jij gewoon in vertrouwen mij een mailtje kan sturen. Ik ga even een muziekje op de achtergrond aanzetten. Heel zachtjes, zodat we in ieder geval iets achtergrondmuziek hebben. Anders wordt het wel een hele dooie bedoeling.
Zo. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want ook al zitten er veel negatieve dingen in, wij gaan het positief maken. Wij gaan ervoor zorgen dat we met z'n allen er wat van kunnen leren. En met z'n allen in ieder geval beter van kunnen worden. Want dat vind ik het super, super belangrijk. We gaan het ook samen doen. Ik zal ook jou als chatter zou ik vragen stellen van, goh, hoe zou jij reageren op zo'n situatie? Wat zou jij doen? Hoef je natuurlijk niet te antwoorden, want ik snap misschien dat het heel dichtbij je komt en dat dat heel vervelend kan zijn. Dus weet dat er ook daar is helemaal niet erg. Als je het liever niet wil zeggen, dan hoef je het niet te zeggen. Maar voel jij je zeg maar wel goed om het te delen met andere mensen, dan kan ik zeggen van neem die stap en probeer ook samen met mij de rest te helpen. Dank jullie wel voor de hype train. In ieder geval hype training voor 1. Super lief. Katrina, dank je wel voor je 200 bits. Joshua, je subgift aan Sims. Super lief. Soraya, dank je wel voor je halfjaartje. Daan, super lief voor je eerste betaalde sub. Ik voel me vereerd dat ik dat mag zijn. En Ingmar, jij ook nog bedankt voor je subgift aan Annelie. Super lief. Super lief. Super bedankt iedereen. Goed. Ik wilde beginnen met positief nieuws. Nu is er geen positief nieuws. En dat is best wel heftig. Eigenlijk. Ik vind dat best wel heftig. Is dat heftig of niet? Dat is gek, toch? Dat is best wel gek. En daarom wil ik gelijk beginnen met de eerste les. Eerste les. De allereerste les is dat je positiviteit uit jezelf moet halen. Hoe moeilijk dat ook is, af en toe, je moet het uit jezelf halen. Jij moet kunnen zeggen, ik ben vandaag vrolijk, want ik wil vrolijk zijn. Want dat mag. Want hè, iedereen mag zijn eigen gevoel hebben, toch? Begin de dag altijd positief. Inderdaad, wat Marten zegt. Dingen die jou kunnen helpen, is bijvoorbeeld om 5 dingen te noemen. Wow. Ik kwam lekker aan mijn woorden. Om 5 dingen te noemen waar je dankbaar voor bent. Dit is ook oprecht wat ik doe. 'S ochtends doe ik 5 dingen opnoemen. Of opnoemen in mijn hoofd. Of opschrijven. Dat werkt het beste. Maar ik ben een beetje te lui om te schrijven. Maar goed. Ik kan in ieder geval wel aanraden om om 5 dingen waar je dankbaar voor bent. Al kun je er 3 noemen, dan kun je er 3 noemen. Maar 5 dingen, ja, het zou super zijn. Maar dit kan alles zijn. Van, oh, ik heb zo lekker geslapen, tot mijn droom was superleuk. Of ik vind super lekker hoe rozen ruiken. De zon die straalde vandaag op mijn gezicht en daar kreeg ik lekker warmte van. En daar was ik heel blij mee. Als jij dankbaar je dag begint, dan zullen tegenslagen jou minder hard treffen. En dingen die goed gaan, zal jij meer merken en zal je beter op gaan. Je begint al met een betere je begint al op een betere vibe, zeg maar. Want dankbaarheid is veel beter dan ah, kut, ik heb geen zin, blablabla. Want dan merk je al, dan ga je daarop focussen. En als er dan wat verkeerds gebeurt, dan denk je, oh nee, en er gebeurt weer iets verkeerds. En dan ga je zomaar door en door en door. Terwijl je eigenlijk, als jij het op een positieve manier gelijk weet te beginnen, zal dus een tegenslag minder heftig zijn. Dat is in ieder geval een super, super goede tip die ik aan iedereen wil meegeven. Dan wil ik even hoi tegen jullie allemaal zeggen. Want jullie zeggen allemaal hoi en ik vind het heel stom. Want ik zie dat er allemaal chat is en ik zeg altijd hoi tegen mijn chat. Dus hallo allemaal. Hey, zeg even allemaal hoi en ik zeg tegen iedereen hoi. Hey Anne6, hey Elida, hallo Nathalie, hey Judith, hey Yuri, what up Janique, hey hello allemaal, Sven, what up. Ruba, yo, what up, hey Daan, hey Marinde, Ilja, Patrick, Lynn, Ilja. Oh shit, die chat, oh god. Hannes, hallo, hallo, hallo. Jasper, hey Nathalie, hey Milou, Ingmar, hey Soraya, hey Louise, Albedien, hallo, hallo, hey Luc, hey Elin. Hallo Suspension, dankjewel voor je suppie man, 3 maanden, super bedankt. Yo, shy girl, hey Nick, Mickey, Esther, what up, Spijkie, Kel. Hallo, hallo, hallo Staartje, hallo Marten en hallo Imano. Hey Hanna, Yuri, dankjewel voor je 4 maanden sub man, super bedankt. Hey Marnix, hey Mette, hallo Bo, hey Bof, hey bonjour, hey Floortje, hallo iedereen. Zo, nou hebben we nu bijna, ik hoop dat ik je heb gehad. Heb ik je overgeslagen, dan moet je zeggen, wat fuck, je slaapt over. Ik zou er niet boos om worden, want ik weet dat je er bent. Hey Sabel!
Je moet sowieso, inderdaad, wat Sharon hier zegt, je moet 13 zijn om op Twitch te zitten. Je mag altijd een mailtje sturen. Maar of het behandeld wordt, dat is natuurlijk ook de vraag. Ik heb namelijk ook e-mails gekregen waar ik zelf helaas niet per se op kon praten. Of op kon reageren, zeg maar. Zo reageer ik trouwens. Ik wil dit nog even rechtzetten. Want ik heb ook een aantal mailtjes gekregen van mensen van, goh, hoezo reageer je niet? Of is dit een standaard mail? Ik heb altijd een standaard reactie. Hey Stefan. Ik snap het. Ik heb altijd een standaard reactie die in mijn mening eigenlijk gewoon vertelt wat ik ook oprecht vind. Ik heb super veel respect voor de mensen die mij een mailtje hebben gestuurd. Ik vind het heel erg knap dat jij dit durft en kan, want dit is de eerste stap. En dit is echt een hele grote stap om zelf om beter te worden, zeg maar. Als er wat aan de hand is of om over een bepaald ding heen te komen. Dan is de eerste stap altijd praten. Daar gaan we het nog over hebben, maar dat komt later. Goed. Het is inderdaad druk in de chat. Ik vind het superleuk om te zien. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. Ik hoop dat ik jullie met mijn inzichten en mijn visie, zeg maar, jullie kan helpen. Hierover heb ik disclaimers geschreven. Omdat ik het wel belangrijk vind dat wij dit ook goed dichtmaken, om het zomaar te noemen. Aangezien het ook wel verkeerd af kan lopen als ik dit niet doe. Dus ik moet disclaimers plaatsen. En disclaimers, ja, je kan het als heftig opvatten, maar het is helemaal niet heftig. Maar de eerste disclaimer is, en ik ga dit even oplezen. Dus als het gek uitziet dat ik oplees, ik lees het op en ik ben dyslectisch, dus dit wordt nog eens wat. Ik ben geen professional. Ik vertel mijn verhaal en probeer tips te geven vanuit mijn perspectief en mening. Dit is niet altijd het beste antwoord in elke situatie. Dus kijk altijd zelf hoe jij je voelt en maak op basis daarvan jouw keuzes. Ik heb geen verantwoordelijkheid voor die keuzes. Ik kan alleen maar dus vertellen vanuit mijn mening en mijn perspectief en niet vanuit die van jou. Dus ik heb voor de rest geen verantwoordelijkheid voor de keuzes die er gemaakt worden na het behandelen van de e-mails in de stream. Aangezien de e-mails anoniem worden behandeld en geen connectie gemaakt kan worden tussen de behandelde mail en jou. Dan heb ik nog een disclaimer en dit is eigenlijk meer een algemene disclaimer. Zoek altijd professionele hulp. Dat is het belangrijkste wat er is. Dit kan ik niet voor jou zijn, want dat ben ik niet. Ik ben namelijk niet gediplomeerd. Alles wat ik bespreek is dus nogmaals uit mijn eigen ervaring en hoe ik ermee op ben omgegaan of omga. Professionele hulp is dichterbij dan dat je denkt. Praat met je ouders, heel belangrijk. Praat met je ouders of ga samen naar een psycholoog. Voor directe hulp en de luisterend oor kan je altijd terecht bij 113.nl of 113 dit nummer of de kindertelefoon en dan kan je bellen naar 0800 0432. Dat is het nummer van de kindertelefoon. Goed, dit gezegd hebben vind ik heel belangrijk namelijk. En kunnen we beginnen met de het eerste verhaal, de eerste e-mail. Maar het eerste verhaal wat ik ga doen is toch, denk ik, het verhaal van mezelf. Omdat, de eerste e-mail gaat ook een beetje over vertrouwen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst mijn vertrouwen aan jullie geven als kijker. Door mijn verhaal open te leggen en met jullie te delen. Goed, ik ben nu 24. Ik ben toen ik 12 was verhuisd van Baarn naar Zeewolde. Dus jullie weten toch wel dat ik in Zeewolde woon, maakt niet uit. En toen was er eigenlijk heel veel heel bijzonders aan de hand. Ging naar de middelbare school. Op de middelbare school had ik een YouTube kanaal genaamd Racer Barend. Heel erg top. Echt topnaam. Echt super. Goed. Als ik kijk naar de chat, dan word ik gelijk afgeleid en wil ik gaan reageren op de chat. Dus ik zie nu gewoon oprecht even jullie chat niet meer. Want anders dan word ik gek. Oké, ik ga dit anders doen. Ik ga gewoon even zo doen. Zo, goed. Ik ga nu verder met mijn verhaal. Want ik wil niet afgeleid raken. Barend, herpak jezelf. Doe het. Come on. Oké, goed. Daar ben ik weer. En ik ging naar de middelbare school. Ik had daar een YouTube kanaal genaamd Racer Barend. Op een gegeven moment hebben mensen die gevonden. En tijdens het vinden van het YouTube-kanaal vonden mensen de naam Racer Barend zo grappig dat ze mij daarop moesten treiteren. En het treiteren werd steeds erger en erger en op een gegeven moment raakte me dat al best wel. Alleen op dat moment zat ik thuis in een moeilijke situatie omdat mijn moeder had kanker. Het begon bij
longkanker, als ik het goed heb, of borstkanker. In ieder geval, volgens mij longkanker was het. En nou, dat was best wel een traject. De chemo's, mijn moeder moest kaal. En voor iemand die op dat moment 13 was, is dat best wel lastig om allemaal mee te maken. En ik weet ook dat er in ieder geval een hoop mensen zijn die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar voor mij was dat altijd een beetje een... Het was een beetje dubbel, want ik ben iemand die niet opgeeft. Ik geef nooit, nooit op. Ik geef gewoon niet op. Dat is gewoon een eigenschap die ik heb. Ik geef niet op. En ik heb ook altijd, tot op de laatste dag van dat mijn moeder leefde, geloofd dat het goed zou komen en dat mijn moeder er leeftijd uit zou komen. Dus ik heb er eigenlijk altijd op die manier naartoe gekeken. En dat is wel iets wat ik iedereen wil meegeven. Geef gewoon niet op. Dat is heel belangrijk. Op wat voor manier dan ook. Zorg dat je gewoon doorgaat met wat je doet om gewoon jouw eigen dingen te bereiken, je eigen doelen te behalen. Maar ook bijvoorbeeld in dit soort situaties. Want doordat ik nooit heb opgegeven, heb ik ook nooit in een soort van dip terechtgekomen van ah, oh shit, en wat nou als het gebeurt. Natuurlijk heb ik daarover nagedacht. Weet je, je bent gewoon een jonger iemand. En het zijn echt geen leuke scenario's die dan in je hoofd spelen. Maar ja, je moet ook reëel zijn. En op elk moment bij mij was het mentaal nog wel oké, maar dat kwam ook omdat ik hele goede vrienden had en omdat ik afleiding had, wat heel belangrijk was. Nou, tijdens dit hele moment was voor mij Minecraft mijn grootste, en het klinkt heel stom, maar het is oprecht zo. Minecraft was mijn psycholoog, om het heel eerlijk te zijn. Ik heb echt uren, dagen alleen maar geMinecraft. Mijn ouders hebben mij daar de ruimte voor gegeven en dat heeft mij echt wel geholpen om mij een soort van af te sluiten van de enge harde wereld die om ons heen is. Wat natuurlijk dubbel is, want je moet natuurlijk gewoon wel reëel blijven, zoals ik net ook al zei. Maar dit heeft mij geholpen door deze tijd heen in ieder geval. Nou, ondertussen was ik op school dus niet helemaal prettig. Ik zat niet lekker in mijn vel. En dat ging op een gegeven moment ook door na school. Want mijn YouTube-video's kregen heel veel dislikes. Er werden hele heftige, nare comments opgedropt. En nou ja, op een gegeven moment was er ook een soort van video nagemaakt over mij. Wat toen bij de directeur van de school. Ik kwam even niet op het woord, what the fuck. En de directeur terecht kwam. En nou, toen zijn de jongens die dat hadden gemaakt, ging om drie jongens, die zijn toen aangesproken, geschorst ook. Dus zo heftig vond mijn school dat ook. En dat is misschien ook wel iets waar ik aan de ene kant dankbaar voor ben, aan de andere kant niet. Want daardoor hebben de broers van die jongens hebben mij lopen opwachten, hebben mij bedreigd en hebben mij daarvan beschuldigd dat dat is gebeurd. Dat vond ik nog steeds heel erg eng. Gelukkig had ik een maat en Dion, deze show, dat is voor jou. Als ik Dion niet had gehad, dan weet ik niet hoe kut ik me had gevoeld. Maar Dion was altijd al een grote jongen en die zei gelijk van als ze wat doen, dan als ze aan jou zitten, zitten ze aan ons en dan hebben we zo'n probleem. Daardoor heb ik me altijd veilig gevoeld. Maar ja, dus super bedankt daarvoor, Dion. Maar in ieder geval, vrienden zijn er ook. Ik had ook andere vrienden. Ik had een vriendin, die was een kop kleiner dan mij, maar die was zeg maar zo'n klein hondje die, weet je wel, zo'n hondje was dat. Zo'n meisje was dat. Maar in ieder geval, zij zou ook haar mannetje staan, om het zomaar te noemen. Zij zou gewoon echt waar, zij zou ze allemaal gewoon neerklappen. En dat, ik moedig dat echt niet aan, want dat is nooit de oplossing. Maar dat liet mij op dat moment wel veiliger voelen. Nou goed, toen had ik mijn naam veranderd naar Almost Normal, kwam ik in de Kingdom. En toen werd ik in één keer heel groot. En dit heeft mij geholpen. Want naast dat ik dus nooit heb opgegeven voor hoe het met mijn moeder ging, heb ik ook nooit opgegeven met YouTube-video's maken. Zo ben ik ook op de naam Almost Normal gekomen. Ik was bijna normaal. Ik ben bijna normaal. En eigenlijk door die reden heb ik dus mijn naam gekregen. Dat is de echte reden van mijn naam. En ik heb dat eigenlijk nooit echt zo eerder verteld. Maar zo ben ik op de naam Almost Normal gekomen, omdat ja, ik gewoon anders was dan de rest. En daar ben ik achtergekomen door middel van dat mensen mij hebben gepest. Omdat ze mij zagen als een ander persoon. En daar ben ik heel trots op inmiddels. En daar mag jij ook heel trots op zijn in ieder geval. Dan weet je dat alvast.
Maar in ieder geval, toen werd ik zo groot dat ik meer dan 1000 abonnees had. En toen was het zo van, oh jee, dat vind ik wel spannend. Oh jee, help. Want de pesters waren bang voor mij. Terwijl ik niks anders deed dan nog steeds Minecraft video's maken. Maar goed, ik had ze dus zodanig te pakken dat de pesters mij in ieder geval niet meer konden pakken. Het werd nog steeds geroepen en het was nog steeds niet altijd even leuk. Maar nogmaals, mijn gedachte zat niet daar. Het zat in Minecraft of in mijn thuissituatie. Ik heb me daardoor ook, eigenlijk best wel vaak ben ik ziek geweest. Ik ben heel veel ziek geweest als ik eraan terugdenk. En dat is gewoon puur uiteindelijk mentale status en niet per se dat ik echt ziek was. Ik denk dat mijn lichaam reageerde op mijn mentale status. Weet ik trouwens wel zeker. En daardoor ben ik misschien vaker ziek geweest dan dat ik ziek had hoeven zijn. Mensen gaan er natuurlijk ook over praten en dat is heel logisch. Maar daar heb ik eigenlijk altijd wel gewoon mee om kunnen gaan, omdat ik gewoon heel erg stug bij mezelf zegt. Als ik me niet goed voel, dan zorg ik ervoor dat ik niet naar school ga of ik niet naar werk ga. En als ik me goed voel, dan ga ik natuurlijk wel. Maar voor mij was het wel een daadwerkelijke reden. Ik zat gewoon oprecht in een hele klote situatie thuis. Toen zat ik in mijn examenjaar. Is mijn moeder helaas overleden. In het derde naar het vierde jaar is mijn moeder overleden. Toen ben ik 2-3 maanden niet op school geweest, de eerste 2-3 maanden. Ik kan jullie ook vertellen dat ik oprecht niet meer weet wat ik in die tussentijd heb gedaan. Oprecht helemaal zwart. Ik heb geen herinneringen meer gewoon over toen. Ik heb één flash memory over dat ik bij maatschappijleer zat volgens mij of zo. Maar uiteindelijk heb ik wel gewoon dat jaar alles kunnen halen en ben ik ook gewoon geslaagd. Maar ja, dat brengt ook natuurlijk moeilijkheden met zich mee. En toen was ik dus 16 toen mijn moeder was overleden. Eigenlijk was ik 15 toen was ze overleden en 3 weken daarna werd ik jarig. Maar goed, dat is een heftige tijd, weet je. Je gaat naar een... Tuurlijk kom ik nu weer niet uit mijn woorden. Je gaat in ieder geval naar een vak. Het is geen verzorghuis. Nou, wat stom. Hoe heet dat? Daar word je naartoe gebracht voordat je gaat overlijden. Ik kom even niet op het woord. Chat, help me even. Een hospice. Je gaat naar een hospice. Een hospice, inderdaad. Dankjewel. Nou, daar ging je dan heen. Ging ik op zich ook best wel vaak heen. Achteraf niet vaak genoeg. En dat is iets waar je achteraf van baalt natuurlijk. Maar je kan er niks aan veranderen. Het is zoals het is. En ik ben meer blij voor de momenten die je wel hebt meegemaakt dan dat je spijt gaat hebben van de momenten dat je er niet bent geweest. Dus dat is hoe ik er nu in ieder geval naartoe kijk. Ja, dat is een heftige tijd. En dan op een gegeven moment is toch dat moment nabij dat je het belletje krijgt van je moeder is overleden. Dat is heftig. Die autorit daar naartoe is heftig. Ik heb toen mijn moeder nog schoongemaakt. Dat klinkt dan heel gek, maar je moet natuurlijk gewoon zijn lichaam schoonmaken voordat het ergens anders naartoe gaat. En dat heeft mij ook geholpen, want dat was voor mij het laatste ding wat ik heb kunnen doen voor haar. Zodat ik... dat is het laatste ding wat je voor iemand kan doen. Het fysieke manier, zeg maar. En dan komen er een hele hoop hele moeilijke belletjes die je moet plegen naar vrienden en zo. En dat is super heftig. Dat weet ik allemaal nog wel. En ik weet ook nog dat ik naast mijn opa zat. En mijn opa die is een hele stugge man. Ja, jullie hebben hem natuurlijk gezien in de video's. En dat was een moment dat hij brak naast mij. En dat is dan toch wel heel bijzonder. En dat zeg ik nu ook met een lach. Dat is heel gek, maar dat zeg ik omdat de liefde gewoon naar hun echt zo groot is. En dat het zo bijzonder is om je opa te zien breken. Omdat je die nooit hebt zien breken en altijd hebt gezien als een sterke man. Dan weet je hoeveel zo iemand voor iemand anders heeft betekend. En dat heeft mij ook in mijn hoofd een soort van knopje om laten draaien. Dat ik ook iemand wil zijn die voor andere mensen wat betekent.
Dus dat is een beetje mijn situatie geweest toen. Ik ben gewoon doorgegaan met leven. Op een gegeven moment gaat het zo snel. En dan is jaar 1, dan is jaar 2, dan is jaar 3. En we zijn inmiddels echt al wel 8 jaar gewoon verder. En dat is... Ja, dat is best wel apart. En af en toe heb je nog steeds terugvallen van shit, ik wou dat, weet je wel. En dat soort dingen. Alleen, ik heb het gelukkig echt al wel een plekje kunnen geven. Nog niet op alle fronten. Bijvoorbeeld, en dit is... Ik ben nu echt helemaal open naar jullie. Ik heb geen blad voor mijn mond. Ik ben helemaal open. De reden dat ik denk ik nog steeds geen vriendin heb of een lange relatie heb gehad, is ook omdat ik het gewoon heel moeilijk vind om mezelf te verbinden aan iemand. Ik heb dit denk ik nog nooit tegen iemand gezegd, maar dit is oprecht een ding. Wow. Oké, ik vind het zelf ook moeilijk om te zeggen. Maar in ieder geval, ik denk dat ik op dit moment nog single ben en eigenlijk altijd single ben geweest, omdat ik het heel erg moeilijk vind om mezelf te verbinden aan iemand, omdat ik van dichtbij heb mee moeten maken hoe het is om iemand waar je zo erg van houdt te moeten verliezen. En ik denk dat ik daardoor op voorhand al eigenlijk met 1 been op uitstappen sta in plaats van instappen sta, omdat ik bang ben om hetzelfde te moeten meemaken. Dat is denk ik een reden. Maar Marten, je hoeft niet te huilen. Dat is oké. Okay. Dat is gewoon mijn verhaal. En jij hebt ook een verhaal. En iedereen heeft een verhaal. En het mooie is dat het ons maakt tot wie we zijn. En kijk, ik vind het eigenlijk slecht eigenschap. Hey, I mean, come on. The boy wanna have girlfriend, you know? Maar goed. Het maakt me wel tot wie ik ben. En ik denk dat ik op dit moment gewoon echt moet... Ik realiseer mij gewoon op dit moment steeds meer dingen. Ik word volwassener. En ik merk gewoon dingen op die voor mij heel belangrijk zijn nu in mijn leven. Die ik voorheen eigenlijk nooit heb gezien. En daarom doe ik dus bijvoorbeeld dit. Goed, dat is een beetje op dit moment mijn eigen verhaal. En dat is heftig. Maar naast al deze heftige dingen is er heel veel uitgekomen. Heel veel positiviteit. Ik heb enorm veel geleerd van die situatie. Ik heb enorm veel geleerd over hoe ik met mensen omga en om kan gaan. En om moet gaan eigenlijk. Ik vind het heel belangrijk om uitgesproken te zijn. Omdat ik dus altijd heb gepraat met mensen. En daarom dit ook wil doen. Omdat ik ook juist samen met mensen wil praten over de dingen die jij... Om het zo maar even persoonlijk te maken. Die jij hebt meegemaakt. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Nou, daarom gaan we dus nu dit doen. Ik heb een aantal mails voorbereid. Of course, anoniem. En de eerste mail, die ga ik nu voorlezen. Dank jullie wel voor jullie lieve berichtjes trouwens. En ik zie heel veel MFM Love in de chat. Dat is super lief, super leuk. Dank jullie wel allemaal. Goed, ik wil nog even 1 ding zeggen, even een positief ding. Ik ben wel die gekke malle mafkees nog steeds, voor altijd. En dat zal ik altijd blijven. En dat moet ook, dat moet ook. Ik ben ook nog steeds kind. En ik wil ook tegen iedereen zeggen, hoe oud je ook bent, blijf altijd een kind. Want een kind is onschuldig, kan genieten van de kleinste dingen en is fantasierijk. En die 3 dingen, ik merk gewoon heel erg dat op de manier waarop het leven nu is, heel erg wordt soort van... Het wordt gedaan alsof dat niet meer belangrijk is, maar het is juist heel belangrijk. Dus iedereen die er nu is, koop een fingerboard. Nee. Maar even zonder grappen. Doe gewoon echt iets waar jij je heel goed bij voelt. En of dat nou fingerboarden is, of dat nou borduren is, als Christel er is. Of whatever the fuck. Laat niemand jou vertellen wat je wel of niet mag doen. Kies gewoon zelf je eigen keuzes. Kies er gewoon zelf voor. Als jij heel graag wil tekenen, maar je kan niet tekenen, ga lekker tekenen. Boeien als je tekeningen lelijk zijn. Fuck dat, boeien. Gast, als jij wil autoracen, dan ga je karten of weet ik veel. Het maakt allemaal niet uit. Als je maar doet waar jij gelukkig van wordt op dat moment. Oké, ga geen banken roven of zo. Dat is niet heel erg handig. Maar goed, als je daar heel erg... Nee, niet doen, niet doen. Absoluut niet doen. Oké. Goed, we gaan de eerste mail. We gaan de eerste mail voorlezen. Voordat ik dat ga doen, wil ik even tegen
alle mensen die mij een mail hebben gestuurd zeggen dat ik ongelooflijk veel respect voor je heb. Dat je het durft te delen met mij. En dat ik het enorm waardeer. En jou ook echt heel erg wil bedanken daarvoor. Nogmaals, ik ga niet alle mailtjes behandelen. Omdat niet alle mailtjes geschikt zijn. En omdat we niet over alle mailtjes kunnen praten. En nou goed, ik ga de eerste mail voorlezen, dan gaan we het erover hebben. En dan gaan we kijken hoe we dat verder doen. Oké, daar gaan we dan. Beste Barend en gast, momenteel is er geen gast trouwens. Ik wil nog wel gasten uitnodigen, mensen die ook een verhaal hebben om te delen, om het er daar dan over te hebben. Goed. Ik heb best wat meegemaakt en durf niet altijd over te praten. Vooral omdat ik wel eens... omdat ik dat wel eens tegen mensen heb gedaan. Omdat ik ze dacht te kunnen vertrouwen. Maar het bleek uiteindelijk een hele foute keuze geweest te zijn. Onder andere, daardoor ben ik ook vaak gepest, onzeker geworden en durf ik niet helemaal mezelf te zijn. Op het gebied van mensenvertrouwen ben ik daardoor heel onzeker geworden. Ik wil ook graag dat anderen zich goed voelen. En doe ik vaak alles wat er gevraagd wordt. Zodat anderen zich blij en gelukkig kunnen voelen. Ook al gaat dat soms ten koste van mijn gevoel of de tijd die ik dan nog heb. Wat zouden nou tips zijn om hiermee om te kunnen gaan? Goed, dit vind ik ook een vraag voor jullie. Ingmar, dankjewel voor de bits. Holy shit, bro. Love naar jou, man. Oprecht. Heel veel liefde. Vertrouwen is iets heel lastigs. En heel eerlijk, ik vertrouw ook maar heel weinig mensen. Ik vertrouw mensen pas als zij of hij in ieder geval ook mij vertrouwen. En dat klinkt heel stom, maar in ieder geval verhalen delen die je niet zomaar met jou zou delen. Mensen die je altijd kan vertrouwen zijn je ouders. En dat klinkt stom, maar dat is echt zo. Ouders en professionals, van professionals die moeten dat namelijk, maar die kan je altijd vertrouwen. Ik vertrouw mensen ook te snel, Doortje. Dat doe ik ook en dat is ook een probleem. Maar goed, zeg maar, dat is gewoon ook omdat ik altijd een goed vertrouwen in de mens algemeen heb. Vertrouwen is inderdaad moeilijk. Paps en mams all the way. Sowieso nieuws. Ik vind het al een hele grote stap dat jij dit durft te sturen naar mij. En dan heb ik het over degene die de mail heeft geschreven. Omdat dit ook een stuk vertrouwen is. En het zit dus nog steeds in je. Ik denk dat wij als NFAM, niet iedereen, en daar ben ik ook gewoon eerlijk over, ik kan ook niet iedereen vertrouwen in de NFAM. Maar weet je, zo is dat. Zo is het leven soms. Maar ik denk dat er een hele grote groep in de NFAM in ieder geval 100% te vertrouwen is. En mijn mods allemaal zijn stuk voor stuk te vertrouwen. Al mijn mods. Daarover gesproken, ik heb een nieuwe mod. Alleen ik moet... ik heb er nog helemaal geen mod gemaakt. Wat is dit nou weer? Hey! Oh, hoezo doet hij het niet? Ongeldige gebruiksnaam? Wat? Oké. Ik vertrouw je, gast, bro. Ik vertrouw jou ook, Dion. Lieke is er niet. Nou goed, maakt niet uit. Als Lieke straks komt, dan gaan we haar even mod maken. Maar oké, maakt niet uit. Lieke is ook mod. En ook Lieke vertrouw ik 100%. Maar iedereen die nu in mijn modteam is, die vertrouw ik 100%. En als jij graag iets wil vertellen in vertrouwen, kan je ook altijd een ticket insturen op mijn Discord server. Zorg wel dat het ook al een serieuze ticket is. Wij hebben af en toe ook tickets gehad waarvan we zoiets hebben van, goh, dat is niet helemaal de bedoeling. Maar niks, ik vertrouw iedereen. Maar wat is dit nou weer voor vraag? Dus je vertrouwt me niet? Nee. Maar in ieder geval, het is belangrijk dat jullie in ieder geval ergens je verhaal kwijt kunnen. Nu wil ik niet zeggen, ga mijn mods lastigvallen daarmee of mij. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Als jij heel graag ergens over wilt praten, dan kan je in ieder geval bij ons terecht. Het ticketsysteem is geen datingshow inderdaad, Anne. Maar is er wel om jullie op echt hele moeilijke momenten te kunnen helpen. Alleen zal je van ons allemaal horen dat je professionele hulp moet zoeken en dat je moet bellen met 113. Omdat dat professionele mensen zijn en dat ga je sowieso horen. Dat ga je sowieso horen, daar kan ik niet over klappen. Dus zorg ervoor dat je daarop voorbereid bent. Wij kunnen namelijk niet psycholoog spelen, want hier is nogmaals de disclaimer. Dankjewel Niels, zoek professionele hulp. En dit kan ik niet, maar kunnen mijn mods ook niet voor je zijn.
Dus ja. DM's staan always open, zegt Joshua. Kijk, mijn mods die staan er wel altijd voor open. Maar je kan niet altijd, zeg maar, constant met shit komen op mensen. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling. Dat moet, daarvoor ga je gewoon naar professionele hulp, denk ik. Oké. Dan wordt er gevraagd. Diegene is heel onzeker geworden. En ik wil graag dat anderen zich goed voelen. En dat vaak alles wat gebeurt. Ik doe vaak alles wat er wordt gevraagd. Zodat anderen zich blij en gelukkig voelen. Het is heel belangrijk dat jij voor jezelf gaat kiezen. Of je iets wel of niet wilt. Want het is heel belangrijk. Waar is de mod van Sam? Sam is geen mod op dit moment. Hij heeft het te druk. En het is helemaal, er is niks aan de hand. Maar hij heeft het zo druk dat het gewoon even te moeilijk is. Dus we hebben Sam heel even gereleased uit het modteam. Maar hij is nog steeds gewoon één grote topper is het. Maar ik heb het zelf ook. En ik heb zelf het afgelopen half jaar leren nee te zeggen. En dat heb ik geleerd omdat mijn tijd en iedereens tijd is super kostbaar. Dus als jij ergens geen zin in hebt of het liever niet wilt doen, het is heel moeilijk. Maar af en toe moet je gewoon nee zeggen. Af en toe moet je gewoon echt voor jezelf opkomen. Want als jij een people pleaser bent, zo noemen ze dat volgens mij, als jij dat bent, het is super nobel en lief van je en het is 100% uit de goede bedoelingen. Alleen als jij zelf niet fit kan zijn, hoe kan jij dan fit zijn voor andere mensen? Dat is de beste kwestie die je zelf kan vragen. Het is gewoon super jammer om jezelf te zien verminderen ten koste van anderen. Want als jij zelf je helemaal goed voelt, dan kan jij veel meer bieden aan die persoon die jou om hulp vraagt. Houd dat alsjeblieft in je hoofd. Want dat is super belangrijk. Chat, hebben jullie hier nog een aanvulling op? Hebben jullie nog wat op te zeggen? Daar ben ik wel even benieuwd naar. En alles wat ik zeg, hè. Je kan de stream natuurlijk terugkijken als je abonnee bent. Maar alles wat ik zeg, probeer het zo serieus mogelijk te nemen. En doe er ook wat mee. Want je kan luisteren, maar je kan ook actief luisteren. En ik zou zelf zeggen, als jij ergens mee zit en je voelt je gewoon niet goed, schrijf de dingen op die ik zeg. En probeer dat gewoon letterlijk toe te voegen in je dagelijks leven. Gewoon nee zeggen mag. 100%. Nee zeggen mag. Het is gewoon, het mag gewoon. Precies, iedereen is goed op zijn eigen manier en niemand is perfect. Dus je hoeft nergens voor onzeker voor te zijn, dat is zeker waar. Je wordt niet gelukkig als je constant bezig bent met met anderen gelukkig maken. Je houdt jezelf voor de gek en leef niet met anderen puur voor. Leef niet voor anderen, maar puur voor jezelf. En je kan voor jezelf leven en er zijn voor anderen 100%. Dus ja. Hoe moeilijk het is, schrijf het op en spreek het uit. Zoiets helpt meer dan je denkt. 100% Shaquille. Alright. Dan heb ik een volgende mail. Ook een beetje aansluitend op mijn verhaal. Dit gaat over iemand die is gepest. Of wordt gepest volgens mij. We gaan hem zo even voorlezen. Ik mag bepaalde woorden niet noemen vanuit de Twitch guidelines. Althans dat denk ik. We hebben het opgezocht, maar we weten het niet zeker. Maar ik denk wel dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Maar goed, het mag niet vanwege de guidelines even belangrijk om te weten. Even kijken, ik ga ook alleen luisteren, want ik ben oefeningen. Feline, goed bezig hoor, dat je bezig bent met oefeningen. Opschrijven is iets wat ik ook heb geleerd en dat helpt meer dan je denkt, zeker. Zeker, sowieso, je gevoelens opschrijven, alles opschrijven is heel erg belangrijk. Ik wil even tussendoor zeggen, wil jij graag een mailtje sturen, dan kan dat natuurlijk ook. De e-mail staat nog altijd open en alle mailtjes zijn 100% welkom. Goed, de volgende e-mail is...
Ik wilde zeggen is van, maar dat kan natuurlijk niet. Want ik letterlijk kan het niet eens zien. Maar omdat ik zo gewend ben om berichten van mensen voor te lezen. Dat is what the fuck. Omdat ik dacht het is een Q&A geworden. Hallo. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Oké, in ieder geval. Oké, sorry. Random. Goed. Ja, af en toe. Ik ben nog steeds almost normal. Hè? Ik ben gewoon nog steeds barend, weet je. Gewoon de e-mail van random naam. Random naam heeft gestuurd. Dit is de e-mail. Nou, oké. In ieder geval, ja. Ik heb dit nog nooit eerder verteld tegen iemand. Dan wil ik al... Oh, dit is de mail trouwens. Wil ik allereerst zeggen, dankjewel voor het vertellen en vertrouwen van mij. Dat 100%. Ik vertrouw, ik bedank elk mailtje die er wordt gestuurd. Wow, ben jij barend? Wat? Oké, goed. Ik heb dit nog nooit verteld tegen iemand. Nou, dankjewel nogmaals dat je het dus wel durft te vertellen aan mij. En daar ben ik heel blij mee. En ik hoop dat het fijn is dat je het hebt kunnen opschrijven. Oké, goed, daar gaan we. Ik word al 7 jaar gepest. In die 7 jaar is van alles van mij kapot gemaakt. Van mijn potlood tot mijn kleding. Er zijn ook dingen gestolen door de pesters. Ik ben ook bedreigd door een van de pesters. Ook ben ik overgeplaatst van school. Maar daar ging het gewoon verder. Op de basisschool, maar ook op de middelbare school. De pesters zijn nog steeds bezig en ik voel me nergens meer veilig. Alles wordt voor mij verpest door die pester. Ik heb nog maar 2 vriendinnen en een vriend en de rest is allemaal van mij weggegaan. En de pesters worden altijd geloofd. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik heb al 2 pogingen gedaan. Ik kan het gewoon niet meer. Oké, dit vind ik dus... dit is een heftige mail waar ik wel op wilde reageren. Omdat... nou ja, ik dus zelf ook ben gepest. En het is echt enorm heftig. Wat ik wil zeggen is... Jij zegt, ik heb maar 2 vriendinnen en een vriend. Maar die mensen zijn de belangrijkste mensen in je leven. En je hebt 2 vriendinnen en een vriend. En dat zijn er meer dan sommige mensen hebben. Dus weet dat. Weet dat. Laat weten ook aan hun dat ook jij heel dankbaar bent dat zij jouw vrienden zijn. Hier gaan we weer terug op een stukje dankbaarheid. Nou ja, je hebt gewoon 3 supervrienden. Want ze zijn niet bij je weggegaan. En natuurlijk weet je, naarmate dat je ouder wordt en groter wordt, komen er vrienden en gaan er vrienden. Maar wees er daar in ieder geval blij mee. En geniet samen met hun van de leuke dingen. Over de pesters. Je hebt altijd pesters op school. Je kan er 2 dingen tegen doen. Je kan natuurlijk altijd nog naar iemand toestappen van... Goh, dit gaat helemaal fout. Ze doen dit en dit. En ik vind het heel vervelend dat jullie me niet geloven. Want het maakt mij helemaal kapot. Dat moet je gewoon zeggen. Dat moet je ook gewoon serieus zeggen. Wat ik sowieso kan zeggen, als jij dus dankbaar de dag begint, ook al gaan ze jou pesten, dan denk je van, ja, oké, dat is prima. Maar ik heb nog dit en dit en dit en dit. Dat zijn de belangrijke dingen. Je hebt nog veel meer in je leven dan dat een ander persoon die denkt veel leuker en grappiger te zijn dan jij, die jou gaat lopen pesten, die is juist degene die zich niet goed voelt in zijn eigen lichaam of haar eigen lichaam. Dat zijn de mensen die iets missen in hunzelf dat jij wel hebt. Want misschien ben jij juist heel inspirerend voor hun. Of ben jij helemaal anders en omdat jij anders bent, val jij op. Maar hun willen opvallen. En dat is zeg maar het ding. Mensen die pesten zijn eigenlijk zelf nog... kut, kom ik weer niet op het woord. Oh fuck, dat is echt wel een klote hè, dat dit elke keer gebeurt. Die zijn zelf nog onzekerder dan dat jij zelf bent. Weet dat. Dat is heel belangrijk. En weet je, laat ze maar praten. Fok hun. Fok hun. Jij hebt je vrienden. Je hebt ons, de N-fam. Mij. Je vader, je moeder. Je familie. En als je je nergens veilig voelt, hier wil ik ook nog even op inhaken. Zorg dat je die mensen blokkeert van alle social media's. Zorg dat ze jou niet kunnen vinden. Maak anders een privé-account aan, zodat ze niet bij jou in de buurt kunnen komen. En dat jij wel zeg maar jouw dingen kan doen. En zoek het ook niet op, want ik denk wel, en dat is heel stom, maar omdat je dan in zo'n situatie zit,
zul je onbewust gaan opzoeken naar dat soort momenten. In ieder geval op de telefoon en dergelijke. En dat klinkt heel stom, maar dat is oprecht zo. Dat als jij gaat kijken naar... Hoe zit dat op zo'n situatie van... ik ben weer gepest en ik voel me kut. Wat zijn die nu aan het doen? En dan zie je weer een story over dat ze aan het feesten zijn of whatever. Ik heb geen idee hoe oud het is, staat hier ook niet bij. Maar dan ga jij je alleen maar nog slechter voelen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus zoek het wat dat betreft ook niet op. Zoek alleen maar positiviteit op. En dingen die jou kunnen verbeteren. En sterker nog, fuck hun trouwens dat ze jou pesten. Eerlijk, wat je zou kunnen doen, is gewoon super succesvol worden. En dan rij je later langs in een dikke Porsche. En dan rij je langs ze. En dan rij je hun in een lelijke Volkswagen Polo van 1000 euro. Omdat ze niet meer kunnen betalen. En dan doe je deze. Fuck you, bitch. Ik heb het gemaakt en jij niet. Omdat jij me zo nodig moest pesten. En ik daardoor motivatie heb gekregen om keihard te leren. En om keihard beter te worden dan dat deze mensen zijn. Mag ik alle pesters een klap geven? Niels, I don't support violence. Maar af en toe worden sommige mensen... Weet je, bootje komt om zo'n loontje, zeggen ze altijd. Dat is hoe het is. Wie zijn kont brandt moet op de blaren zitten, is wel weer een andere. Maar goed, boontje komt om zo'n loontje. Zorg maar dat jij tegen mensen, dat jij het tegendeel kan bewijzen. Dat jij wel goed genoeg bent. In mijn ogen ben je in ieder geval goed genoeg. Dat wil ik wel even zeggen. Dan hebben we nog een mail over ook pesten. Maar dit is een andere soort mail. Ik ben 4,5 jaar gepest op de basisschool. En mijn docent wou er niks aan doen. Dus ik vind het zo bijzonder dat dat nog kan deze tijd. Ik kan mijn hoofd daar ook echt niet omheen wikkelen of zo. Waarom docenten daar niks tegen doen. Ik vind dat zo gek, zo raar. Dus als jij een docent bent en je zit in mijn chat. Waarom de fuck wordt er niks tegen gedaan? Daar ben ik op, stuur mij een PM of zo. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Totdat ik bij de huisarts een tip kreeg, zoek andere mensen die gewoon willen helpen. Niet omdat ze moeten, maar omdat ze het zelf hebben meegemaakt of omdat ze zelf gewoon willen stoppen. En alsjeblieft, doe dat. Dat helpt heel erg. Dat heeft deze persoon gemaild. Dit is de derde mail, Marten. Ja, dit is een andere mail. Dat was net de tweede. Dit is de derde, maar dit is een klein mailtje. Doe ermee wat je wilt, maar denk er altijd aan. Er zijn genoeg mensen die van je houden. En dat vind ik heel mooi gezegd van degene die het heeft gemaild. Dankjewel voor dit mailtje. Super lief. Dus ja, vind ik goed gezegd. Er zijn altijd mensen die je willen helpen. Dan had ik ook een juf die niks deed. Toen letterlijk vindt de stoel van de juf... Wacht, toen had ik letterlijk de stoel van de juf op de gang gejiet. Omdat ze geen reet deed. Omdat... What the fuck, Joshua? Ik weet het ook niet, Marten, want ik heb de namen eraf gehaald. Dus ik kan het zelf ook niet zien. Ik kan dus ook zelf niet per ongeluk verspreken. Want ik weet oprecht niet wie het heeft gestuurd. De mensen... Ja, de mensen bij de kindtelefoon zijn allemaal vrijwilligers inderdaad. Die doen het gewoon puur omdat ze het graag willen. Dus ja, ik kan 100% zeggen, bel. Doe dat. Pesten kun je niet tegengaan, dat is het moeilijke. Buiten de schermen om zijn er veel leerkrachten die helpen hun best doen. Ja, ik denk ook wel dat als leerkracht kan je misschien het beste ook contact opnemen met de ouders. Maar het is echt zo lastig. Ik zou, als ik een leerkracht was geweest en ik merkte dat er een klas was waar er veel mee gepest werd, dan zou ik iedereen een opdracht geven dat iedereen twee mooie dingen over elkaar moet opschrijven. En zodat iedereen... Zeg maar, je hebt de hele klas en iedereen moet over één persoon twee dingen schrijven die goed zijn. Dan moeten ze dat allemaal voorlezen en dan moet je echt een beter groepsverband maken, denk ik. Dat zou ik doen. Maar ja, goed. Ik heb een volgende mail. En dit is een mail die ik wil behandelen. Dit is een hele specifieke mail. Maar ik wil het wat meer algemeen behandelen. Omdat ik het een belangrijk onderwerp vind. Omdat het op dit moment onbewust vaker is dan dat je denkt dat er is. Dat is wel lachen.
Het lijkt mij heel erg leuk om leraar te zijn, Doortje. Goed, in de tussentijd, om heel even een klein beetje lucht te happen, wil ik eventjes de shout-outs voorlezen, want er zijn wat shout-outs ingestuurd. Even wat lucht. Even losschudden. Kom maar, doe even mee. Oh, ja, kom. Ja, hey, je moet even... Hey, schud mee, hè. Als je niet meeschudt, ik zie je. Ja, ik zie dat je niet schudt. Schudden. Shake, doe de hippie shake. La 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 la. Doe de hippie shake. Oké, goed. Goed geschud. Goed gedaan. Alright, komt-ie, hè. We hebben shout-out. We got them show. Ik heb memes gekregen van Niels ook. Dit kan ik niet tonen, gast. Jij stuurt mij memes op. Ik vind ze leuk, maar dit kan ik toch niet laten zien? Niels, waarom stuur je mij zulke vulgaire memes op, gast? Dit kan echt niet. Oké. Goed. Ja, even kijken. Wat vinden jullie trouwens? Mijn haar zit best wel goed vandaag. Alleen, ik heb zo te zien mijn camera iets te laag. Maar ja, ik kan ook dit doen, hè? Wauw. Maar nu lijk ik zo mega klein, hè? Want ik ben al klein. Oh my god. Nou, dit gaat goed. Alright, dat was even de pauze tussendoor. We hebben nog shoutouts. Een shoutout van Staartje naar Barend. Vindt het oprecht heel goed dat je dit doet. En hier mensen mee kan helpen. Ah, super lief. Dankjewel, Staartje. Shout naar Dion. Omdat hij zo'n held is. Super lief, Yuri. Shout-out van Elida aan die gekke Malamaf Case. Die we allemaal zo leuk vinden. Oh, super lief, Elida. En een shout-out van Marten naar Barend. En hij is super geweldig. En van Love. En naar de MFM. Ik ben kleiner dan Barend. Oh nee. Ik ben 1,75. Nou klopt het volgens de guidelines. Nee, ik ga het niet meer doen. Ik ga door naar de volgende mail. Ik wil trouwens nog even zeggen. Ik heb hieronder de disclaimers ook altijd in beeld trouwens. Ze gaan altijd door. Dan weet je dat. Damn, Fabienne, je hebt het super lang. Wat gaaf. Een kleine tuinkabouter. Oké, goed. Genoeg over lengte gepraat. We gaan door naar de volgende mail. Deze mail gaat over als volgt. Deze mail gaat als volgt. Kom. Yo Barend, ik heb nog nooit mijn verhaal verteld over mijn verslaving aan paracetamolen. Nou, nogmaals, super bedankt dat je dit met mij wilt delen. Wordt oprecht gewaardeerd en ik heb heel veel respect voor je dat je het überhaupt durft. En ik voel me een eer om degene te zijn aan wie je het durft te vertellen. Ik had, toen ik 14 was, vroeger pijn aan mijn lichaam, want ik was bang voor de dokter dat ze me flink pijn gingen doen. Ik besloot toen om paracetamol te nemen om van alle pijn af te komen. Dit heeft ook een naam volgens mij. Als je heel erg bang bent dat er allemaal dingen gebeuren, dat is oprecht een mentale ziekte, een disorder. Dus daar kan degene die dit heeft opgezocht, daar kan je altijd nog even onderzoek naar doen. Dus bang zijn, dat is in ieder geval dat als jij een kwaaltje hebt, dat jij gelijk heel erg bang bent. Dat er meer aan de hand is dan dat er aan de hand is. En daar kan je dan ook oefeningen voor doen dat minder wordt. Dat heb ik toevallig laatst nog gelezen. Ik weet alleen, het is een hele moeilijke naam, dus ik weet niet precies meer hoe dat heet. Ik zat ongeveer 1,5 jaar aan de paracetamol om mijn pijn weg te kwijnen. Totdat ik besloot dat het niet langer kon. Ik wilde eigenlijk totaal geen pijn lijden, maar ik wist dat zoveel pillen slecht voor me waren. Ik ben naar de dokter gegaan, me laten behandelen en binnenkort komt de datum dat ik besloot om te stoppen. Bijna 3 jaar clean. Supergoed. Ik zal nog altijd de na-effecten voelen, zoals slechte concentratie en gehoorverlies. Oh wow, dat kan natuurlijk van... Oh, dat is heftig, hè, van paracetamolen. Maar ik ben blij dat ik dit kwijt kon. Hierdoor voel ik me beter. Hier voel ik me beter bij. Maar ik vind het altijd belangrijk dat mensen hunzelf denken. En niet aan anderen. Maak eerst jezelf blij dan de rest. Oh, wat gaaf. Deze mail. Dat heb ik helemaal nog niet gelezen net. Maar wat gaaf dat deze mail zo aansluit op de eerste mail. Wacht even. Hier sta ik even van te kijken. Dat had ik helemaal niet doorgehad, joh. Maar ik wil het even hebben over verslaving. Verslavingen zijn heftig. En meer dan 3 jaar clean is echt heel erg goed. Dat is echt heel erg goed. Het lastige van verslavingen is... Het gebeurt zonder dat je het doorhebt. En dan zit je er aan vast. En dan
kan je het heel moeilijk reguleren. En ik denk dat er meer mensen in deze chat op dit moment een verslaving hebben dan dat ze denken. Want gamen is eigenlijk ook een verslaving. En TikTok is ook een enorme verslavend gevoelig. En sowieso social media is mega verslavend. Telefoontjes, fucking algemeen. Inderdaad, Cher, goed dat je het zegt. Telefoontjes in het algemeen, super verslavend. Twitch is inderdaad ook echt een verslaving. Ik wil je gewoon heel even door dit te zeggen behoeden van wat je doet. Want het is zo lastig, helemaal in deze tijd, waarin je vol wordt gegooid met allemaal impulsen van, oh, je moet dit doen, oh, je moet dat doen, oh, ik moet nog dit kijken, ik heb weer een WhatsApp berichtje, ik heb weer dat. Dat je heel moeilijk aan jezelf nog komt. Ik heb altijd een suikerverslaving gehad. Oh, dat is ook heftig, Lieke. Ik heb zelf een verslaving gehad aan energiedrankjes. En daar heb ik best wel een grote backlash aan achtergelaten. Maar daardoor wist ik ook, zeg maar, kijk, energiedrankjes, drink sowieso niet één per dag. Doe dat sowieso niet. Als je er een keertje eentje in de 1 à 2 weken drinkt, dan kan ik dat 100%. Ja, weet je, het is gewoon lekker. Ik vind het ook gewoon nog steeds lekker. En dan is er op zich niet per se dat het heel erg is voor je lichaam. Maar ik dronk er op een gegeven moment 2 per dag. En dan ging het over verschillende groottes en verschillende drankjes. En toen was ik gestopt met het drinken van die drankjes. Ik ging niet goed, hoor. Ik heb zo'n enorme backlash gehad. Of hoe noem je dat? Dat je daarvan ziek wordt. Ik heb toen een soort van longontsteking gehad. Ik heb toen nog fucking bijna dood geweest toen ook. Ik werd in één keer om midden in de nacht wakker. Kon geen ademhalen, niks. En dat was allemaal 100% in verband met het minder binnenkrijgen van de mega hoeveelheid aan suiker wat ik binnenkreeg op dat moment. Dit is trouwens ook allemaal een beetje net na het overlijden van mijn moeder geweest trouwens. Dus ja. Maar in ieder geval, dat wil ik dus behoeden. Het is gewoon begonnen aan, hey, ik drink een energydrankje. Toen werden er 2 energydrankjes. Toen werd het elke dag een energydrankje. En zo ga je steeds maar door en door. Ik drink nu natuurlijk af en toe echt nog steeds wel een lekker een energiedrankje. En ik ben er ook echt wel voor om het te drinken als jij energie nodig hebt. Of als jij je beter wil focussen. Want het werkt echt wel als je er maar bewust mee omgaat. En dat is heel erg belangrijk. Maar ook inderdaad, ik zie heel veel berichten over social media, over telefoon. En dat is echt heel erg belangrijk. Dat je ook dat weet te reguleren. Want het is heel belangrijk dat jij weet waar je mee bezig bent. En heel vaak wordt dat vergeten, omdat alles zo snel gaat tegenwoordig. En alles moet zo bam, bam, bam. En het is gewoon belangrijk dat je weet dat je dus, ja, verslaafd bent aan iets zonder dat je denkt dat je er verslaafd aan bent. Ja, dat is Sander, dat is bijvoorbeeld ook, Sanderen moet ik wel goed zeggen, hè? Dat is bijvoorbeeld ook een verslaving, zeg maar. Weet je, niet alle verslavingen zijn echt per se slecht. Maar als jij merkt dat jouw andere leven eromheen er minder van wordt, wees er dan wel van bewust dat de verslaving toch, dat het komt door je verslaving. En dat dit een negatieve invloed heeft op je leven. En zorg ervoor dat je daar wat tegen kan doen. Dat wil ik even zeggen nog. Cherny is aan het sparen voor de ripstream. Ik zie het al. 102k punt. Holy shit. Super nice. Oké. Dan hebben we volgend mailtje. En dit mailtje. We zijn nog op veel. Pardon? Wat zeg ik? We zijn al op mailtje nummer 4 van de 5. Ik heb 5 mailtjes. Dit zijn wel wat heftigere mailtjes. Vind ik zelf. Omdat, daar komen we achter. Dus als jullie nog een shout-out of zo hebben. Wauw, jullie hebben echt vet veel punten, joh. Je bent aan het sparen voor VIP. Dan kan je eindelijk van je mod af, Sherp. Is dat wat je wilt? Ik dacht al. Eentje is wat relevanter. En dat vind ik ook belangrijk om even te benoemen. En oeps. Oh, daar hoef ik verder. Ja, en dan wil ik er nog eentje, die vind ik persoonlijk wel echt heel erg heftig. En daar wil ik het nog wel over hebben, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat dat wordt besproken. Omdat dat iets is waar ik zelf best wel van sta te kijken dat zulke dingen gebeuren.
Maar het heel belangrijk vind dat dit wel gewoon open en bloot wordt besproken. Om te laten weten dat bij de Twitch hulplijn, en ik ben ook degene die dat heeft gestuurd, echt heb ik heel veel respect voor dat diegene dat heeft durven te sturen. Maar ja, dat de Twitch hulplijn dus echt open staat voor alle soorten berichten, als jij je daardoor op dat moment beter door gaat voelen. Neem even een slokje drinken hoor. Mijn idee, halve glas, vastgeketeld met de ziekte van Crohn. Oh, ik weet even niet precies wat dat is, Fabienne. Ziekte van Crohn. Oh, dat is echt wel heel erg vervelend, joh. Oh, dat is super klote, Fabienne. Sterkte. Ja, ik moest even... Ja, dat was even een goed slokje, joh. Goed. Echt een enorme slok. Kan nu ook minder eten, maar het is belangrijk dat je uiteindelijk sterker en beter uitkomt, Fabienne. Dat is even het belangrijkste. Maar stuur hiervoor ook een mail, zou ik zeggen. Thanks for my exposure dit weekend. Ja, Delia, goed, maar je bent er nu wel weer, hè? Je bent er nu wel weer, dus dat is goed. ja, voordat we dit gaan doen. Ik wil even nog zeggen. Even wat luchtig. Even wat luchtig nog. Even luchtig. Even luchtig. Even jammen. Ga even wegen. En ik wil even weten van jou. Wat is het leukste wat jou vandaag is overkomen? En niet mijn stream, dat telt niet. Maar ik wil wel weten wat het leukste is wat jou is overkomen. Luke, als je nu 500 euro doneert, dan dansen wij 10 uur lang. Nee. Lekker, Joshua. Oeh, leuk, Jasper. Super cool. Just being me, dankjewel voor je follow. Vanaf nu ben je bijna normaal. Leuk dat je erbij bent. Dat ik lekker gek kon doen bij toneelkloop. Super leuk, Judith. Wist je dat ik ook improvisatietoneel heb gedaan? Mijn moeder kwam binnen. Oh, toen je aan het dansen was? Of wat? Wat was de vraag? Oh, wat het leukste was wat je vandaag hebt gedaan. Hey Kira. Ik had vrij. Oeh, lekker Laura. Ik ga zo de shoutouts voorlezen trouwens ook. Naar de stad geweest. Superleuk, Doortje. Mijn moeder heeft alvast merch gekocht. Wat leuk, Senna. Mijn stagekindje weer zien. Heel cool, Aniek. Nice. Iemand geholpen met problemen, dat gaf me een goed gevoel. Goed bezig, Marten. Het leukste wat ik heb... mijn mic en muis heb binnengekregen. Nice, Sander. Welke heb je? Complimenten over mijn outfit, Zoe. Ik weet zeker dat je outfit er goed uitziet. Super nice. Oh, sterkte. Lowe, beterschap, joh. Wow, dit is echt een heel abrupt einde. Ik ging echt heel erg lekker erop. Nou, deze nog even dan. Even naar de stad wegwezen, nice guy. Tijdens natuurlijk mijn vrienden bij gek aan het doen. Hey, superleuk. Is het ditje ontdekt van Snolle Bolkes? Die is echt keileuk. Oh, is het die nieuwe? Wanneer 2 uur dansstream? Nee, alsjeblieft niet. Verrast met een kennis. Superleuk, maar niks. Weet je, serieus weten? Ja, daarom vraag ik het. Het leukste. Plotselinge tussenuur en met vrienden wezen chillen. Hey, super nice. Dat is echt cool. Ik wil ook vrij. Hey, Bo, wees blij dat je lekker hebt kunnen werken. Want niet iedereen kan werken. Of school of zo. Dus wees blij. Boos live gekeken? Ik weet niet wat het is. Eén lesuur, de rest was uitgevallen. Had een doelpunt gemaakt. Hey, nice jongens. En hallo, just being me. Hallo. Trust GXT252. Oeh, nice gast. Trust gang, let's go.
En Marit, dankjewel voor je volle. Vanaf nu ben je bij normaal. Leuk dat je erbij bent. Goed, dan gaan we weer door, denk ik. Dus die... hij ligt alleen op mijn kamer geweest. Niet verder. Hé, maar dus die kan ook lekker zijn, toch? Kan ook lekker zijn. Ik heb zulke leuke... Ja, nice, Judith. Superleuk. Pasfoto's gemaakt. Nice, Sher. Ik hoop dat je er een beetje goed op staat. Non-stop, vol erop. Oh, nee, hè? Ja, oh mijn god. Dat kan echt niet leaken. Oeh, leuk staartje. Vet. Zullen we weer door? We gaan weer door. Hey, Lieke! Hoezo heet jij op Discord Lilij17 en op Twitch Lilij16? Ik zo, Lilij17, hoezo werkt dat niet? Maar nu ben je wel mod, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Officieel. Een halve lesdag. Oh, dat is wel nice, toch? En geluisterd en mijn boek verder uitgeschreven. Hé, wat vet, Delia. Ja, geboet. Wauw, dat mod. Hé, dat zwaardje staat Lieke wel goed, hè? Wauw. Kunnen we even wat liefde in de chat krijgen voor Lieke? En dan gaan we weer door met de volgende mail. Boek uitgelezen. Welk boek, Daan? Je mic neemt best veel lage tonen op, zoals ademhalingen. Ik heb geen idee hoe dat komt. Ik zal hem even iets minder hard zetten. Zo. Misschien is het beter. Ik hoop dat het beter is nu. Dankjewel voor het zeggen, Laris. Oké, goed. Zijn we er klaar voor? Dan gaan we naar de volgende mail. Nee, geen ASMR. Oké. Goed, daar gaan we. Ik wil eerst even zeggen, veel respect dat je dit doet. Nou, super lief, dankjewel. Ik heb ook heel veel respect voor jou. Nogmaals, ik zeg het bij elke mail. Ik kan me niet schelen, jongens. Ik ga het gewoon bij elke mail zeggen. Dankjewel voor het sturen. Ik heb ook heel veel respect voor jou dat je mij vertrouwt. En dat jij je verhaal met ons durft te delen. Dankjewel. Ik ben 13 jaar en mijn vader heeft 14 jaar geleden een auto-ongeluk gehad. Dit is lastig voor mij. Ik moest leren omgaan met mijn vader zijn ziektes. Dat is nu lastig. Dat was lastig, maar nu gaat het goed. Toen kwam corona. Mijn moeder moest werken met mensen die corona hadden. Mijn moeder kreeg corona. En mijn moeder sloot zich op in de kamer. Terwijl wij allemaal die brengen om te hopen dat... de vader geen corona kreeg. Maar de vader kreeg toch corona. En degene die dit zelf heeft gestuurd ook. Mijn vader werd heel ziek. We belden de dokter, die kwam langs. En zeiden dat mijn vader naar het ziekenhuis moest brengen. Ik lees het even iets anders op. Want de zinsopbouw klopt niet helemaal, hoor. Het leek erop alsof hij dood was. Mijn moeder voelde zich enorm schuldig. Mijn zus en ik zeiden dat dat je er niks aan kon doen. Maar mijn moeder voelde zich toch schuldig. Mijn vader wenste dat we toch leuk gingen maken, maar dat lukte niet echt. Ik mocht van mijn moeder en mijn vader niet appen, maar ik was stout en deed het toch. Mijn vader vond het leuk en voelde zich beter. Ik was bijna jarig en mijn vader zei, ik wil voor mijn dochter haar verjaardag thuis zijn. Hij zette het door en het ging steeds beter. Vervolgens werden we gebeld, hij mocht weer naar huis. En hij was nog beter dan voor corona. En zelf altijd heel negatief over mezelf, dat ik... Ik denk altijd dat ik dom ben en niet goed genoeg ben. Nou, dan wil ik allereerst even zeggen, je bent goed genoeg. Je bent mooi. Je bent slim genoeg. En je bent goed genoeg. In ieder geval voor de NFM en voor heel veel andere mensen. Dan wil ik even zeggen over het gedeelte van corona. Ik ga geen onnodige discussie starten. Ik snap, het is echt een super vervelende situatie. En corona kan echt heel erg heftig zijn. En als jij op dit moment zelf echt gewoon een beetje bang bent dat jij het ook krijgt, dan wil ik jou de tip geven om je immuunsysteem sterker te maken. Door veel gezond te eten, veel te sporten, veel naar buiten te gaan. Heel belangrijk, lekker naar buiten. In dit weer is het heel erg belangrijk. En zorg dat je beter maakt. En vitaminepillen slikken is ook echt heel belangrijk. Vitamine D is heel belangrijk. Zink is ook echt enorm belangrijk. Ik heb namelijk gelezen dat dat goed zou helpen tegen corona. Of in ieder geval de ziekte van dat je heel ziek wordt van corona. Dus zorg ervoor dat je zeg maar jezelf volgooit met de goede dingen. Gezond eet, gezond leeft. En dan zal je een stuk minder ziek worden dan mensen die ongezond leven. En natuurlijk kan je altijd ongeluk hebben dat jij een hele heftige variant krijgt. Maar tegelijkertijd, het kan...
kan echt, het kan allemaal zomaar gebeuren. Je kan ook ziek worden met een andere ziekte. Maar zolang jij heel gezond leeft en daardoor niet in angst leeft, vind ik heel belangrijk. Want als je in angst leeft, ben je vatbaarder voor ziekte. Dat is officieel, dat is statistisch, hoe heet dat? Deskundig bewezen. Nou, in ieder geval, als jij dus zelf weet dat jij gezond en goed bezig bent, zul jij ook minder snel ziek worden dan als jij heel erg bang bent voor alles en iedereen. Dat wil ik wel even meegeven en dat vind ik namelijk heel belangrijk. En helemaal in de situatie van nu vind ik het heel erg belangrijk om dat mee te geven, zodat we met z'n allen gezond en gewoon gezond en verstandig gewoon verder kunnen, toch? Vitamine C, vitamine D. Als ik een soort vleesmuis ben en niet in de zon in de buurt komt. Ja, inderdaad. Nou ja, weet je. Maar niks voor wetenschap, joh. Maar goed, als je gewoon lekker goed gezond leeft, veel vitamines eet komt al en drinkt natuurlijk, komt het gewoon allemaal goed. Dat weet ik zeker. We zijn allemaal nog jong, we zijn gezond. Dus dat is het belangrijkste. Alright, goed. Nu dat wilde ik nog even zeggen. En verder geen freaking discussies. Geen bullshit hier. Gewoon liefde en slim zijn en doorgaan. Oh, oké, goed. Kom ik aan met mijn één keer per dag eten? Dat is echt te weinig, just being me. Maar daar heb ik nu ook een mailtje over, een soort van. En daar wil ik het over gaan hebben, een soort van. Want daar is namelijk ook nog een hele hoop over te zeggen. Ja, ik doe TL, ik ben slim. Hey, iedereen is slim, op zijn of haar manier. Jouw schoolkeuze of schoolniveau laat niet zien hoe slim jij bent. Het laat alleen maar zien hoe goed jij bent in het leren van lezen. En het dingen, leren van dingen uit boeken, hè. Ik wil dat even meegeven. Als jij een laag niveau school doet, betekent dit niet dat jij dom bent. Alles behalve. Echt alles behalve. Dat vind ik zo verknipt van deze maatschappij. Dat je nu dat jij nu zit met het feit van, als jij HAVO doet, ben jij slimmer dan ik. Dat is natuurlijk wel hoe ze dat adverteren. En ook als jij een HBO doet, dan zou je meer geld gaan verdienen. Maar geloof mij, helemaal nu zijn praktische vakken worden heel weinig uitgevoerd. Zoals automonteurs, die zijn er veel te weinig. Die zijn er veel te weinig. En ook automonteurs die moeten hartstikke slim zijn. Ik weet heel veel dingen over fotografie en video. Ik weet niet zoveel dingen over auto's. En als ik iets aan mijn auto heb, dan moet ik hem alsnog naar een garage brengen. Want dat kan ik niet zelf. Dus iedereen is slim op zijn of haar eigen manier. Dat wil ik wel even zeggen. Nee, maar Lieke, dat maakt dus helemaal niet uit. Want jij bent gewoon slim op jouw manier. Toch? HAVO met natuur en gezondheid pakket naait me wel. Oké, Maarten, oké, is goed bro, what the fuck. Dus ja, oké, ik ga nog heel even snel de shoutouts voorlezen, want er zijn er best wel weer wat. Shoutout naar iedereen die wat heeft ingestuurd. Ik gun iedereen het beste, de NFM love. Dankjewel Daan, super lief. Een hele grote shoutout naar de NFM. Ze maken altijd een lach op mijn gezicht. En ook een shoutout naar Milou. Zij heeft mij geholpen en we zijn elkaars therapeut elke dag weer. Super lief, Nathalie. Heel lief. Oké, en nog een shout-out van Milou. Ik wil eigenlijk geen punten uitgeven, maar doe het toch om een shout-out aan iedereen te geven waar ik goed contact mee heb. Ik ben zo blij met jullie. Niet alles zit mee, maar ik ben zo blij dat alle mensen die ik heb ontmoet. Thanks for the love. And thanks ervoor en love you all. Super lief, Milou. Super nice. Goed, dan heb ik nu nog een laatste mail. We zijn ook gewoon een uur en 18 minuten bezig. Ik hoor dat de stream. Ik denk dat dat komt, Joshua, dat dat bij jou is. Wat? Is er wat aan de hand met mijn stream? Is er een horslong? Joshua. Fucking Maarten ook gewoon met zijn troll. Is die er nu weer? Een goed moment om te laggen. Hé, Joris. Ik zie mijn bitrate is gewoon goed. Nee, ik heb... Bij mij doet hij het. Bij mij doet hij het ook gewoon goed, wat? Hè? Bij mij doet hij het ook gewoon. Ik heb hem ook gewoon aanstaan. Oh, wat is er aan de hand? En nu doet hij het weer. Hè? Hè?
Iedereen zijn internet valt uit. Iedereen zijn internet valt uit. Jongens, we worden gehackt. Iedereen wordt gehackt. Heel gek. Misschien is de kwaliteit... Oké, wacht. We kunnen even kijken. Wat we kunnen doen als het bij jullie heel erg hapert... is dat je de kwaliteit van de stream iets lager zet. Misschien is dat een tip. Bij mij doet hij het ook. Zie je maar wel weer. In België hebben we nergens last van. Let's go. Let's go, IJsbeer. Wat grappig. Oké. Goed. Nou, we zijn er weer. Nou, maar goed dat het tussen mailtjes doorkwam. Ik was dus aan het vertellen. Dit wordt de laatste mail alweer. Dit is een wat heftigere mail. En daarna heb ik nog wel wat dingen te zeggen. Maar deze mail vind ik heel erg belangrijk om ook even te benoemen en over te hebben. Want ik wil het hier samen met jullie over hebben. Omdat in deze mail staan meerdere dingen die ik heel, heel heftig vind. Die ik ook graag met jullie zou willen bespreken. Deze persoon heeft het over jongens en meisjes. Ik zat eerst te twijfelen of ik dit wel wilde doen. In verband met anonimiteit. Maar toen dacht ik van, ik wil het toch wel doen. Zeg maar, er worden geen namen genoemd of zo. En het is ook compleet... door dit verhaal kan je echt niet achterkomen wie het is, in ieder geval. Maar... ik wil het toch wel, zeg maar, jongen en meisje noemen. Omdat het belangrijk is dat mensen weten wat er ook kan gebeuren. En in dit verhaal gaat het over een jongen die ouder was dan degene die het mailtje heeft gestuurd. En die jongen die heeft gedwongen dat er pikante foto's gestuurd zouden worden van het meisje, in dit geval het meisje dat het heeft ingestuurd. Nou ja, kijk, dat vind ik wel belangrijk om te benoemen in dit mailtje. Het liefst hou ik het gewoon helemaal geen hem of haar. Maar in dit geval, ja, wordt het eigenlijk al wel gezegd. Dat vind ik heel heftig en daarom wil ik hem wel behandelen en daarom wil ik het ook dus op die manier benoemen. Nu weet ik toevallig in mijn vriendenkring, mijn brede vriendenkring, niet mijn klein, mijn inner circle zeg maar in mijn brede vriendenkring is het vaker gebeurd ook en dat is wel heftig en daarom wil ik het er ook graag over hebben. En ja, nou, we gaan in ieder geval gewoon het mailtje even voorlezen. En dan gaan we gewoon, nou, gaan we samen met z'n allen op reageren. Alright. Hallo, ik vind het lastig om dit te doen, om heel eerlijk te zijn. Maar het werd aangeraden, dus let's go. Nou ja, ik voel me de laatste jaren niet zo fijn. Het zit niet zo goed in mijn vel en dat is best vervelend. Ik heb nu wel mensen die me proberen te helpen. Maar toch denk ik dat dit me ook zou kunnen helpen. 100% dat dit jou helpt, want het is belangrijk dat jij je gevoel uitschrijft. En dat heb je dus nu ook gedaan, daar ben ik heel trots op. En ik ben nogmaals respect, heel, heel veel respect voor jou dat jij het mailtje hebt durven te sturen. En dankjewel voor het vertrouwen. Goed, dan wil ik ook zeggen is dat mensen jou wel kunnen helpen. Maar nogmaals, een disclaimer is al gelijk in de chat gegooid. Dankjewel, Sharony. Zoek professionele hulp. Echt heel erg belangrijk. Ga naar ouders toe en ga samen naar een psycholoog of ga alleen naar een psycholoog of iets. Het is heel erg belangrijk dat je dit doet voor jezelf. Of ga naar een dokter en laat die jou doorverwijzen. Het is heel belangrijk. Helemaal met de dingen die jij hierna schrijft, is het echt geen verkeerd plan om dat te doen, omdat het gewoon jou enorm zou helpen. De mail opent gelijk enorm heftig, jongens. Het begon allemaal toen ik 9 was. Ik ben verkracht door mijn eigen neef. Ja. Je zou niet denken dat dit gebeurt, maar dit gebeurt dus echt. Dit heb ik nog nooit aan iemand verteld en ik zit daar nog steeds mee. Dit was het eerste wat er was. Later werd ik onzeker over mezelf en mijn lichaam. Nu ook nog wel, maar minder. En ik vond mezelf te dik. Ik ging minder eten tot niet eten voor een tijdje. Ik ben er nog steeds niet helemaal overheen. Kijk, hier hebben we dus over het stukje van eten. Ik snap dat je onzeker wordt, maar door zo'n situatie. En daarom is juist het praten
met een professional enorm belangrijk hiervoor. Er zijn trouwens ook echt wel heel veel instanties die hiervoor openstaan, zeg maar, omdat je daar je verhaal kan delen. En er zijn, ja, gek genoeg heel erg veel dames, ook jongens trouwens, van jouw leeftijd, die ook zijn mishandeld en die daar ook hun verhaal over kunnen en willen delen om samen sterker en beter te worden. Het stukje van niet eten omdat je onzeker bent over jezelf is iets wat ik heel goed ken. Ik heb zelf ook een eetstoornis gehad. Ga ik nu niet heel veel dieper op in. Heb ik al een keer gedaan. Heb ik ook gedaan in een video trouwens. En er zijn meerdere mails daarover gestuurd. Dus dan wil ik daar meer tijd aan toedienen, zeg maar. Dat is niet voor nu. Maar als je jezelf te dik vindt, wat er ook nog heel erg veel vinden. Als jij niet tot heel weinig gaat eten en het enige wat jij eet is niet gezond eten, dan word je eigenlijk alleen maar dikker dan dat je wordt dan als je gewoon gezond bent. Als jij gezond eet, maar over de hele dag verspreid. Dat is gewoon zo. Als jij 's ochtends een banaantje eet, in de middag gewoon één broodje, al is het er maar eentje, het is heel belangrijk dat je gewoon wel een broodje eet, dan kan jouw lichaam daar de voeding uithalen en daar de energie uithalen, zodat je daarna weer gewoon goed weer door kan. En dan nog een appeltje. Dan heb je en twee fruitstukken, dus ga je ook gezonder voelen en beter voelen. Heb je ook een beter immuunsysteem, hè, voor het mailtje wat we hiervoor hadden. En dan kan je veel beter de dag door. En dat is super belangrijk. Goed, dat over dat. Dan gaan we nu door met het verhaal. Het is AFA, ik vind dat geen kekwee. Ik vind dat iets waar je serieus op moet letten. Want dat is het belangrijkste wat er is. Hè? Je voeding en eten en drinken. Dus dat vind ik absoluut geen kekwee. Maar goed, het is heel belangrijk dat je daar goed je best voor doet. En ik snap dat het heel moeilijk is en moeilijk kan zijn. Maar je bent zoveel gezonder als je gezond eet. Gezond eten is gewoon een gezond leven. Oké, ik had een vriendengroepje met 3 meiden en 2 jongens. En de jongens die waren ouder dan de meiden. Er staan leeftijden bij, maar dat vind ik op dit moment niet heel relevant. Een van de jongens was, vind ik ook niet relevant. En die had een vriend en die had mij een vriendschapverzoek gestuurd via Snapchat. Die jongen was 16 en de leeftijd van degene die het heeft gestuurd staat er niet bij. Maar ik denk dus dat die jongen ouder is. En die ging mij snappen en dwingen om pikante foto's te sturen. Ik zei, dat stuur ik niet. En toen zei hij, ik kom naar je toe. Nou, bewapend, laat ik dat even op die manier zeggen. En dan zie je wel wat er gebeurt. Het is echt een zieke dreiging, heel bizar. Ik zei van, nee, ik doe het niet. Dagen later stond hij dus echt voor haar huis. En toen was de vader gestuurd. Toen was ze bang. De vrienden, ook omdat die vriendengroep wist dat ik op woensdag alleen thuis was. Hij ging me weer snappen van, ik kom woensdag als je niet durft. Ik was bang en stuurde het dus wel. En toen heeft hij een screenshot gemaakt en dat doorgestuurd. Dus dat is een super heftig verhaal. En dit is ook weer een stukje vertrouwen. En ja, waarom doen mensen dit? Een hele goede vraag. Echt enorm triest. Er gaat gewoon echt iets mis met sowieso de vrienden. Dat zijn niet echte vrienden. Maar ja, het feit dat je diegene gewoon, en dit is heel lastig en heel dubbel, maar ik vraag mij af waarom je zo'n persoon niet gewoon direct blokkeert. Als je merkt vanaf moment 1 dat het niet goed zit, waarom blokkeer je diegene niet gewoon? Want dan kan hij kan wel gaan dreigen met een mes dan in dit geval. Maar hij gaat wie is zo gek om echt zoiets te doen? Er zijn wel echt mensen zo gek, maar ik vind dat heel erg lastig te bevatten. En ik snap uit angst dat je zo iemand niet blokkeert. Maar ja, ik ben een persoon, vanaf moment 1, als ik iets niet vertrouw, dan doe ik er gewoon niet aan mee. Dan ben ik gewoon gone. Ben ik gewoon loesoe.
Ik zou ook inderdaad de politie bellen. Ik zou niet je vader vragen, ik zou de politie bellen. 100% bel de politie. Politie is echt een goede vriend in dit verhaal. Helemaal als je bedreigd wordt, maak daar trouwens ook screenshots van. Als jij bedreigd wordt, maak er een screenshot van. En zeg van, oké, ik ga hiervoor naar de politie. Want dat moet gewoon. Dat is heel belangrijk. Sorry, ik zit aan mijn microfoon de hele tijd, want dat draadje zit in de weg. En dan stoot ik er tegenaan en dan hoor je... Oké, goed. Dus dat is over dat stukje. Dan over het stukje van dat jij uiteindelijk een foto maakt. Ik snap dat uit angst dat je zoiets dan doet. Als je dat doet, zorg dat je hoofd er niet op staat. Want dan kan je altijd nog zeggen dat jij het niet bent. En dat klinkt heel stom misschien, maar ik denk dat dat... Zeg maar, als je al zo ver bent, is misschien dat de beste oplossing? Ik weet niet. Ik vind dat heel moeilijk om in te schatten. Maar sowieso zou ik dat dan... Ja, niet doen. Behalve als je iemand 100% vertrouwt en een relatie mee hebt of zo, weet je. En weet je, ik sowieso denk ik, als je oud genoeg bent daarvoor, want ik vind de leeftijden die hier staan, of eigenlijk helemaal niet oud genoeg. Maar ja, zorg dat je je grenzen aangeeft en nee is nee. En als mensen dan doorgaan, zou ik diegene toch blokkeren. Maar goed, hier is dus mijn disclaimer voor. Niet alles helpt. Wat ik zeg, wat mijn perspectief is. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. Daarom zeg ik het nu nog even één keertje. Maar nee, dit vind ik geen echte vrienden ook. Dit is geen echte vriendengroep die jou zo voor de bus gooit. Dat is 100% niet goed. Toen is daar gewoon voor uitgemaakt voor hoer en slet. Ik durf zelfs niet met de familie naar de stad of iets. Anders openbaar dichtbij. Toen begon ik me helemaal kloot te voelen. Een paar maanden later ging het thuis ook niet zo goed. En sloeg mijn vader me en greep me bij mijn keel tot ik bijna stikte. Hey, dan moet je toch echt jeugdzorg of zo bellen. Politie. Ja, dat is heel naar, maar dat moet je echt doen op zo'n moment. Dat kan niet. Dit is nooit goed. Dit is nooit goed. Dit is echt niet goed. Dit is echt een hele heftige mail, ja. Toen was ik er echt klaar mee en wou ik niet meer. Ik begon met snijden. Oké, dat kan ik absoluut afraden. Daar kan ik absoluut afraden. Dat kan ik zo afraden, hè. En hoe stom het ook klinkt, kan ik toch ook een beetje begrijpen waarom jij zo mentaal kapot bent gemaakt dat je zo'n keuze maakt. Maar weet dat dit 100% de foute keuze is. Want er gaat niks veranderen aan de situatie. Behalve dat jij een litteken hebt op je arm of op je been of waar dan ook. Praat met professionals. Praat met 113. Bel 113. Schrijf om... Oké. Ik heb een tijd geleden meegemaakt van dichtbij ook een persoon die zat ook in zo'n situatie. Toen heb ik tegen die persoon gezegd, als jij je op dat punt komt dat jij je zo voelt, dat jij het gevoel hebt van, ik moet dit weer doen om mijn gevoel weg te... om mijn pijn op een andere manier te krijgen, ga schrijven. Schrijf op wat er is. Schrijf op wat jij op dat moment voelt. Schrijf op hoe jij het op dat moment meemaakt. En schrijf, nou, als je dat allemaal hebt opgeschreven, schrijf dan dingen op die jou blij maken. Waar jij vrolijk van wordt. En ook dit mag alles zijn. Het mag fucking zijn dat jij hebt gewonnen met Mario Kart. Dat jij whatever, tekenen kan ook. Je kan ook je gevoel heel goed tekenen of muziek maken. Maar ik zou toch echt schrijven. En inderdaad, een hobby zoeken zoals muziek is echt heel erg goed, inderdaad. Deze fingerboard. Als ik me kloten voel, sta ik ineens te fingerboarden voor mijn leven. ik heb vorig jaar heb ik me zo kloten gevoeld dat ik daardoor ben gaan fingerboarden. En
Dat is echt wel mijn ding geweest. Netflix kijken kan ik niet aanraden, Nathalie. Je moet je gevoel uiten. En door Netflix te kijken, uit je je gevoel niet. Maar dan ga jij in een andere situatie zitten. Maar zit jouw gevoel nog steeds in jou. Je gevoel moet er echt uit. En door te schrijven werkt dat het best. Want dan is jouw verhaal in jouw hoofd, dat stemmetje in jouw hoofd, die al die nare dingen zegt tegen jou, die schrijf je gewoon op. En daarna lees jij het en dan denk je echt van, holy shit, wat voor rare dingen zeg ik allemaal tegen mezelf. En dan sla je die bladzijde om en dan heb je allemaal positieve dingen op die andere bladzijde staan. En dan lees je die bladzijde dan nog een keer. En dan denk je, shit, maar dit is veel belangrijker dan wat er op die vorige bladzijde staat. Dit is veel beter. Dit is waar ik op wil focussen en niet op die bladzijde hiervoor. Wat je dan zou kunnen doen is die bladzijde daarvoor weghalen, verscheuren, maakt niet uit, kapot maken, houden kan ook, want het kan ook goed zijn om, als jij weer zo voelt, om even te lezen wat jij voelt op zo'n moment en dan weet van, shit, dit is het gevoel, wil ik dit gevoel? Is dit het gevoel wat ik wil? En om er dan weer om te slaan, dan kan je weer je positieve dingen lezen. En dan kan je weer beter worden op die manier. Voor de rest staat er nog wel veel dingen, maar ik denk dat ik hem even hierbij laat. Ik vind het heel knap dat jij je verhaal hebt durven te delen. Ik heb daar echt heel erg veel respect voor. En ik hoop dat mijn tips jou kunnen helpen in de toekomst. Want ik vind het belangrijk dat jij hier sterker uitkomt. Het feit dat jij hier nu nog bent, betekent dat jij zo sterk bent dat ik... Ja, daar ben ik heel erg trots op. En jij mag ook trots zijn op jezelf. Je bent mooi. Je bent oprecht knap. Je bent schattig. Je bent lief. Je bent slim. Weet dat. Dan ben ik oprecht aan de diepste puntje van mijn hart. Goed. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was de laatste mail die wij hebben binnengekregen. Maar het is niet het laatste wat ik wilde zeggen. Ik ga nog één keer het mooie liedje. Het volgende week weer. Nou nee, ik ga dit niet elke week doen. Ik kan niet meer. Dat is goed. Marten, wij gaan het nu hebben over nog iets anders. Een dagboek houden helpt ook. Ja, zeker. Het is moeilijk om ermee te stoppen. Marnix, zoek hulp. Zoek hulp, Marnix. Echt belangrijk. En wees eerlijk. Eerlijk tegen hun, wees eerlijk tegen jezelf. Dat is ook heel belangrijk. En het komt goed. Dat ook. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Ja. Heel veel liefde voor iedereen die hier is. Voor jou. En dan spreek ik je gewoon persoonlijk aan. Aangezien je jezelf, jij alleen kijkt, hè, op dit moment waarschijnlijk. Of misschien kijk je wel samen met iemand, geen idee, maar maakt niet uit. Heel veel liefde voor jou. Ik ben trots op jou. En het feit dat jij hierbij bent, laat al zien dat jij de eerste stap wil en durft te zetten. Want voor hetzelfde geld had je kunnen denken van, weet je wat, ik kijk vanavond naar iemand anders omdat die wat positiefs doet of alleen maar gamet of zo. Dit vind ik eigenlijk positiever dan gamen en het nergens over hebben. Leuk bed. Ja, ik heb een nieuw dekbed overtrek, jongens. Hey. Wauw. Black Friday deal, jongens. Black Friday deal. Hulp werkt zeker wel, Dusty. Hulp werkt zeker wel. Je wordt niet weggeduwd. Dat doe je misschien jezelf. En dat klinkt heel stom. Maar zoek dan naar andere hulp. Die heb ik ook. No way, Ava. Dat kan niet. Dat kan niet. Een nieuw bed. Nee. Oké. Ik zocht hulp en het werkte. Precies. Ja, dat is ook een soort van verslaving. Maar goed. Wat een zielige verhalen.
Zo ongelooflijk goed dat je dit zo doet, zo wilt doen en anoniem had. Ik ga weer naar bed. Hey, Joris, dankjewel dat je erbij was. Het zijn niet allemaal zielige verhalen, maar de meeste die je wat hebben gestuurd, die zijn wel, nou ja, die zijn niet echt heel erg leuk. Maar nogmaals, de hulplijn is er om deze verhalen spreekzaam te maken. En ook dat als jij op dit moment in een situatie zit die soortgelijk is aan de situatie die is benoemd in een van de mails, weet dus dat je niet alleen bent en dat er meer mensen zijn die door hetzelfde gaan. En dat je dus ook geholpen kan worden, want ook die mensen kunnen geholpen worden. Iedereen kan geholpen worden. Dan wil ik nog even kwijt dat ik heb huiswerk voor jou. Aha, Meester Barend is terug. Ik ga binnenkort een Meester Barend stream doen. Ja, goed. Ik heb huiswerk voor je. En dat begint morgenochtend. Nee, je gaat niet weg. Niemand gaat weg. Nee. Het is niet moeilijk huiswerk. Ik zou graag aan jullie willen vragen of jullie morgenochtend, als je wakker wordt, een video wilt sturen, of op Instagram, in stories, dat jij lacht en danst in de ochtend, als je net wakker bent. Dat is mijn huiswerk. Dat ga ik ook doen namelijk. En als je geen video kan maken, doe het dan wel. Dans en lach. Ik heb dit een tijdje gedaan. En ik ben sinds kort ook weer aan het doen. 'S Ochtends dansen. Hey, heb je even voor mij in de ochtend? Beste. Echt heel goed. Nee. Want morgen heb ik er geen tijd voor. Zeker, Milou. Jij moet er maar tijd voor maken. Al dans je tijdens het smeren van je broodjes. Het is de bedoeling dat jij lacht en dat jij danst. Waarom? Als jij lacht, maak jij positieve fame moment, in ieder geval dingen in je hersenen aan, waardoor je vrolijker wordt. Als jij danst, beweeg je lichaam, wordt je lichaam wakker, word jij vrolijk wakker. Ik ben ziek, moet ik het dan ook doen? Jazeker. Je hoeft niet helemaal te doen. Je kan ook gewoon lekker zo dansen. Weet je, je kan gewoon je moves doen. Het maakt niet uit hoe je danst, als je maar danst. Ik vind trouwens de Macarena ook altijd heel erg leuk. Yuri, doe het. Ik meen het serieus. Nee, een lach is niet genoeg. Dans. En hey, jongens, dit is ook gewoon dans, hè? Maak het gewoon goed. Hoe vrolijk ze worden. Ja, superleuk, Lieke. En maak er een gek en leuk dansje van. 100% garandeerde, ik weet het zeker. Doe het. En dan ben ik serieus. Het klinkt gek, het klinkt cringe. Maar ik meen het. Het werkt. Het heeft mij ook echt serieus geholpen. Dat wil ik nog even zeggen. En eigenlijk moet je dit gewoon altijd doen. En daarnaast is het nu freaking... Het is cringe, gast. Niemand die het ziet toch, Judith? Niemand ziet het. Al doe je het even in de badkamer als je je tanden staat te poetsen in je eentje. Doe het, alsjeblieft. Doe me krena. Nee. Ik wil... Marten, maakt niet uit. Je hoeft het niet te sturen, hè? Goed. Dat wil ik nog even meegeven. Voor de rest wil ik meegeven dat jullie echt gewoon gek grote strijders zijn. Ik heel erg trots op jou ben en heel erg van jou. Weet dat er heel veel liefde is in de freaking wereld. Ook al lijkt het af en toe niet zo. Het is oprecht zo. En just do it! Inderdaad, Cher. Just do it! Ga gewoon genieten van de kleine dingen morgen. En fucking... Al heb je een kutdag morgen, heb je een goede dag, want dan kan je gewoon nog denken aan nu, want nu is het wel goed en straks is het ook goed en morgen is het ook goed. Oké? En als het morgen niet goed is, is het die dag daarna wel goed. Want dan ben ik weer live, samen met Ingmar, Terraria. Hey, geniet van de kleine dingen. Dat vind ik het belangrijkste. Geniet van de kleine dingen. En weet dat het altijd beter wordt. Ook al voel jij je op één moment kloten. Het wordt altijd beter. Yes? Ga zingen. Doe iets. En ik wil ook even nog één klein dingetje. Boeien wat mensen van jou vinden. Geniet gewoon. Weet je, jij moet morgen even bedenken. Jij bent de main character. Ik wil gewoon dat wij alleen maar main characters krijgen hier in de chat. Jij bent de main character van jouw film.
Jij bent het hoofdkarakter. Draait allemaal om jou. Boeien als jij random in de aula gaat dansen. Boeien als jij gewoon in één keer de moonwalk wil doen op werk. Ik ga morgen de moonwalk doen op werk. Dat ga ik morgen doen. Nee, ik ben benieuwd hoe ze reageren. Ik vind dat superleuk. Geloof me. Volg wat mensen daarvan denken. Als jij je daardoor goed voelt, is dat het belangrijkste. Dat wil ik even nog zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik vind het niet helemaal gepast om na een stream zoals dit jullie door te sturen naar een of andere random streamer. Dus ik ga hem gewoon afsluiten met een liedje. Ik wil iedereen super bedanken voor het kijken van deze stream. Ik vond het super leuk. Dank jullie wel dat jullie er allemaal bij waren. De FM Love is volgens mij nog nooit zo vaak gebruikt. Ik heb nog shoutouts trouwens. Oh shit, de shoutout. Shoutout die heb ik al gehad. Een shoutout naar mijn dokter. Die mij met krukken laat lopen terwijl ik helemaal niet mag. En daar nog niet klaar voor ben. Verlien sowieso super nice. Super nice en sterkte nogmaals. En een shout-out van Lotte Barend. Een shout naar mij of Barend. Omdat je dit doet. Ik gebruik dit dus nooit. Maar je verdient dat. Super lief. Dankjewel Lotte. Dankjewel. Super lief. En kijk, al die NFM loves gewoon gespamd worden, jongens. Heel veel NFM love ook voor jullie. En dan wens ik jullie een fijne avond. Slaap lekker. En eigenlijk wilde ik gewoon nog een superleuk positief filmpje achterlaten. Maar ik heb eigenlijk... niet. Ik was dus aan het zoeken naar een positief filmpje en ik kwam eigenlijk alleen maar op het volgende. En wacht even. Ik ga dit filmpje nog wel echt even achterlaten, want dat vind ik en dan gaan we. Maar ik weet niet waarom. Waarom ik dit aan dit. Ik weet niet waarom ik aan deze dacht. Maar goed, ik dacht aan deze. Oh. Ik dacht aan deze. Als dit doet. Daar komt hij, hè? Goed. Dames en heren, jongens en meisjes. Fijne avond. Slaap lekker. Maak er een goede dag van morgen. Love you guys. Oh, daar gaat hij alweer. Doei.